Show met topmuzikanten en de hele organisatie daaromheen. En ik kijk er onwijs naar uit om dit met deze mensen te kunnen doen. Ik ben er al onwijs blij mee en als ik eraan denk, kriebel het alleen maar. Ik heb er onwijs veel zin in. Het MB-project, zo noem ik het maar even, is een project wat uniek is in Nederland, vind ik. Met topmuzikanten, topliedjes. Het wordt, de show wordt top. Het ontwerp van de hoes wordt top. Ik denk gewoon persoonlijk dat het wat mij betreft een eer is om dit topproject te doen. En ik denk ook dat dat eraf gaat stralen als we live gaan spelen. Gespeeld. Super. Het gaat heel snel. Iedereen leert heel snel. De nummers zijn gaaf. We spelen ze lekker. De progressie zit er ongelooflijk in. Dus in moderne terminologie vind ik het vet. Deze goede muzikanten samen te mogen werken. En, ik ken Mark Boven het zelf natuurlijk heel lang. En het is gewoon echt super. Een goede uitdaging voor mij, persoonlijk. En inspiratievol, zeker, om hier mee te mogen werken. Februari, de release van de soloplaat van Mark Bogert. De band is geweldig, repetities gaan geweldig. Het wordt een vette show, het geluid is echt vet. Zelden zoiets meegemaakt. En we weten ook niet hoe vaak we die show nog gaan doen. Dus ik zou de 28 februari 2014 zeker bij zijn. Uniek. Zoals ik net zei, 28 februari 2014. Een show die van voor de dag klopt. Die moet je bij zijn geweest. Dames en heren, 28 februari is een moment waarbij je aanwezig zou moeten zijn, omdat ik kan beloven dat er een megaband staat te spelen en dat de show van A tot Z, ook al zou het je muziek niet zijn, toch de moeite waard is om te komen kijken, want we blazen de hele tent plat.
complete show die gewoon af is van voor tot achter. Echt een, ja, dan ga je met een glimlach van weg. Dat wordt gewoon helemaal top. Echt, de show, aankleding, muziek, alles klopt. En Ramon gaat naakt. Ook, als het voor uitverkocht is. Alle dames. Hoor je dat? Als het uitverkocht is, zegt hij. Als het uitverkocht is, gaat hij naakt kopen. Kijken, ja. Hij heeft het gezegd, staat op band.